Hallo iedereen. Ik ben hier weer met mijn heel. We hebben dus al een aura plovertje gemaakt. Een mutsje. En nu gaan we een handschoentje breien. Voor erbij. Eigenlijk een wandje. Maar wel met een duim. Ik heb geen afmetingen voor een baby, een handschoen van 2 jaar, dus heb ik er maar een slag in geslikt. En een beetje mijn fantasie gebruikt, maar ik denk dat ik er niet ver naast zal zitten. Wat heb ik gedaan? Ik heb 30 steken opgezet. En ik heb een boord gebreid van 5 centimeter. En ik heb zoals gewoonlijk mijn rijen geteld, dat zijn 15 rijen. Maar ik heb mijn draad moeten afknippen, maar mijn hol zat geknobbeld. Dus, we gaan verder. En we gaan verder in tricot. Dus wat gaan we doen? We gaan hier meerdere voor de duim. Voor dat stuk hier. Dus we breien. We hebben 30 steken, gedeeld door 2 is 15. Min 1, dus breien we 14 steken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We meerderen een steek uit de midden de tussendraad. Dus wat doen we? We nemen de draad. We steken onze andere naald in die draad. En we breien de steek gedraaid rechts. Dan breien we twee rechtse. En we gaan nog een steek meerderen. Dus de draad opnemen. De draad op de andere naald leggen. De draad, de steek draaien en van achterin aan de recht breien. Dan heb je 1 steek gemeerderd. En dan breien we 14 steken tot op het einde. En de terug van de naald breien we gewoon afrecht. We hebben dus nu 32 steken op onze naald. En we gaan hetzelfde doen als de eerste naald. We gaan 14 steken breien. 3. En we gaan terug onze meerdering doen. En nu hebben we 4 steken tussen onze meerderingen. Dus onze duim is ondertussen 4 steken breed.
En we gaan zo verder tot we 10 steken tussen de nederringen hebben. Dus onze duim gaat 10 steken breed zijn. Altijd 14 steken, een nedering, 10 steken dan moet het zijn en dan een nedering tot op het einde, dan zijn we aan de duim. Voor de rest van de duim gaan we terugbreien, we gaan dan onze rechterkant naar onze averechtse rij, breien we 15 steken plus 10 steken van de duim en dan breien we verder enkel op die 10 steken. Dus na die 15, na die 25 steken draaien we ons werk om en breien we over die 10 middenste steken. Dus gaan we zo verder tot de lengte van de duim. Als de duim lang genoeg is, trekken we met de naald onze draad door de steken en we trekken hem toe en we naaien hem gewoon dicht. En dat is al wat we doen. En dan breien we verder over de handsteken. Dus dat zijn er ook 30. Tot de lengte die we nodig hebben om de vingertjes te dekken. Dus ik zou zeggen tot de lengte van de wijsvinger breien. En dan gaan we minderen aan elke kant. Aan deze kant breien we 2 steken samen. Daarnaast doen we een overhaling, dus 1 steek afhalen, 1 steek breien en de afgehaalde steek erover halen. Dit doen we aan beide kanten. Dit doen we eigenlijk 4 keer per naald. Aan de zijkant en in het midden van het werk. De averechtse naald breien we gewoon averechts. We doen dit 3 keer in de rechtse naald. En dan doen we hetzelfde als bij de duim. Met de naald de steken opnemen en dichttrekken. En de rest van de handschoen toenaaien. En dat is het. Wilt u gewoon wandjes breien zonder duim, dat kan het ook. Dan laat u gewoon de meerdringen aan de duim weg. Oké, tot de volgende.